Het examen Geschiedenis voor het VWO 2022 uit het Eerste Tijdvak zit er weer op. In deze video ga ik het examen bespreken. Dit examen bestond uit 26 vragen waarvoor je maximaal 72 punten kon scoren. Op zich is dat een normaal aantal en ook het normaal aantal punten wat te verdienen was, maar heel veel leerlingen vonden het examen toch aan de lange kant met heel veel tekstbronnen. Net als voorgaande jaren waren er weer twee chronologievragen waarvan er eentje de hele geschiedenis bestreek, en een ander ging over de historische context van China. Deze twee chronologievragen ga ik nu niet verder bespreken, maar als je chronologievragen lastig vindt, kijk dan mijn video die ik heb gemaakt over chronologie. Na de eerste chronologievraag ging het examen verder met vraag 2 over de waardering van de Keltische koningin Boudica in Engeland in verschillende periodes. Je moest met verschillende kenmerken en aspecten uitleggen waarom er een bepaalde waardering was voor Boudica. De eerste periode die aan de orde kwam was de 16e eeuw. En hierbij stond dat de verhalen over Boudica een populair onderwerp waren voor toneelstukken. Boudica was een vrouw die uit de oudheid kwam. En als er dan weer aandacht komt voor deze periode uit de geschiedenis, dan past daar eigenlijk maar één aspect echt goed bij, namelijk dat van de heroriëntatie op de klassieke oudheid. De tweede periode waar het over wordt gezegd is de 19e eeuw, waarbij er fresco's over Boudica worden aangebracht in het Britse parlementsgebouw. Mensen zijn dus trots op landgenoot Boudica. En dat trots zijn op je eigen land of volk past heel goed bij het nationalisme. Deze stroming past dan weer bij het kenmerkend aspect. De opkomst van politieke maatschappelijke stromingen, het nationalisme. En als je de nadruk legt op het feit, feit dat Boudica een vrouw is. dan zou je ook eventueel nog het feminisme kunnen noemen als kenmerkend aspect. Nou gaan we door met vraag 3. De derde vraag was de enige vraag over de oudheid. En je moest daarbij bron 1 gebruiken. En voordat we naar de vraag kijken, lezen we dus eerst de bron. Deze bron is geschreven door de Romeinse politicus en generaal Gaius Marius, die leefde in de 2e eeuw voor Christus. Op dat moment was Rome een republiek en was hij lid van de Senaat. En in de tekst spreekt hij arme mensen toe die eventueel toe willen treden tot het Romeinse leger. Hij probeert ze over te halen om in het leger te gaan en ze hebben dan volgens de bron vertrouwen. Ze kunnen vertrouwen op Marius. Marius zal de nieuwe arme soldaten namelijk op dezelfde manier behandelen als hemzelf. Nou, als we dan kijken naar de vraag, dan zoomt deze in op het verband tussen de manier waarop Marius het Romeinse leger leidt en de gevolgen ervan voor het Romeinse bestuur. En voor de vraag kun je totaal vier punten verdienen. Nou, om die te krijgen moet je dus antwoord geven met behulp van vier elementen. Ten eerste moet je met de bron uitleggen welke boodschap over zijn leiderschap Marius wil overbrengen aan de nieuwe soldaten. En we hadden net al gezien dat hij wilde laten zien dat ze hem als leider konden vertrouwen. Nou, dat komt in de bron ruimschoots aan bod. En als je een van deze vier verwijzingen naar de bron noemt, dan heb je het tweede punt te pakken. En daarnaast moet je zonder bron uitleggen dat dit leiderschap militair een voordeel was voor de Senaat en meteen ook een politiek nadeel. Nou, het militaire voordeel heeft te maken met de motivatie van de soldaten. Want nu de soldaten door Marius goed worden behandeld, zullen ze waarschijnlijk meer zin hebben om zich in te zetten in het leger. En waarschijnlijk zullen er ook meer mensen zich aanmelden voor het leger, waardoor het leger ook weer groeit. Maar het kan ook een politiek nadeel zijn, want de soldaten zijn vooral loyaal aan Marius. Als hij als senator bijvoorbeeld een machtsgreep zou willen plegen, dan kunnen de soldaten hem waarschijnlijk ook steunen tegen deze senaat. Maar let er in ieder geval op dat om de vier punten te krijgen je ook vier antwoordelementen in je antwoord moet hebben staan. De volgende vier vragen, vraag 4 tot en met 7, gaan daarna over de middeleeuwen. Uh, daar zitten een aantal zaken bij, een aantal begrippen bij die je goed moet beheersen, die je goed moet kunnen uitleggen. Uh, bijvoorbeeld bij vraag 4 gaat het over het feudalisme. Dan moet je een link leggen met, uh, met zaken die ook in de, in de vraag worden genoemd. Bij vraag 5 uh, combineren ze de middeleeuwen met uh, zaken die horen bij de historische context steden en burgers in de lage landen van 1050 tot 1700. Nou, zoals je weet is in die context uh, erg belangrijk dat het. Uh, ...dat de macht en de positie van de burgerij steeds groter wordt... ...naarmate de middeleeuwen vorderen. En ook hier wordt daar met name de nadruk op gelegd... ...want hier moet je namelijk op een gegeven moment aangeven... ...dat uh, de, de rol van bijvoorbeeld de edelen, de adel in dit geval... ...de Margaretha, Margaretha II van Vlaanderen, dat die uh, toeneemt... ...of dat ze daar in ieder geval pogingen toe doet... ...en dat dat uh, tegen het zere been is van de burgers uh, in de stad... De vraag die ik wat uitgebreider ga behandelen, dat is vraag 6. Dat is weer een bronvraag. Dus voordat we naar de vraag kijken, kijken we eerst even weer naar de bron die wordt gevraagd. Dit is in dit geval bron 2. En bron 2 is geschreven door een monnik. Een monnik uit het eind 12e, begin 13e eeuw. Die schrijft over vrouwen die hun leven wijden aan God. Nou, er zijn er wel meer vrouwen die hun leven wijden aan God in die tijd. Maar in dit geval zijn het vrouwen die leven in de stad, maar eigenlijk leven als een soort nonnen. Nou, als je dan kijkt naar de vraag... Er zijn geestelijken als deze van Heisterbach, die dus deze bron geschreven heeft, positief over deze vrouwen. Maar streven ze er wel naar om deze vrouwen te laten leven in zogenaamde Begijnhoven. Begeinhoven, Begeinhoven dat is ook een begrip dat je moet kennen bij de historische context. Dus de makers van de vraag gaan ervan uit dat je dat ook gebruikt in je antwoord. En als je dan kijkt wat je moet doen, dan moet je in eerste instantie met de bron aangeven... welke bijdragen deze vrouwen volgens van Heisterbach kunnen leveren aan het religieuze leven van de stedelingen. En dan zonder bron uit te leggen welke ontwikkeling in de geloofsbeleving van stedelingen uh, ze onder controle willen houden. Door die vrouwen in Begijnhoven te laten wonen. Nou, het eerste deel van de vraag, uh, daarvoor moet je dus aantonen dat ze voorbeeld, uh, een soort voorbeeld zijn voor, uh, voor die stedelingen. Nou, dat kun je laten zien uit de bron, doordat uh, er wordt gezegd dat ze een kuis, dus eerbaar leven uh, leiden. Daar krijg je één punt voor. Nou, het tweede deel van de vraag gaat dan over die ontwikkeling in de geloofsbeleving van stedelingen. Um, zoals je waarschijnlijk wel weet, uh, is er in de middeleeuwen sprake van een meer individuele geloofsbeleving van uh, stedelingen. Um, die wordt in het boek vaak genoemd als moderne devotie, maar de moderne devotie in dit geval is een ontwikkeling die pas in de 14e eeuw kwam. En deze bron hebben we net gezien is in de 12e, 13e eeuw geschreven. Dat is een beetje flauw, want heel veel leerlingen komen met het antwoord aanzetten dat het met de moderne devotie te maken heeft. Um, maar er moet met name iets in je antwoord staan dat het gaat om individuele geloofsbeleving. Nou, de kerk wil dat voor een deel ook onder controle houden, want de kerk wil namelijk dat de mensen niet te veel afdwalen van die regels die de kerk heeft bedacht, of dat die invloed van die vrouwen te groot wordt. En met name dus dat ze dus de controle op uh, de gelovigen willen houden. En dat levert dan in combinatie met die individuele geloofsbeleving twee punten op. Voor het tweede deel van het antwoord is drie punten voor vraag 6. Gaan we door naar vraag 7? En bij vraag 7 krijg je twee gegevens over pauselijke bullen, pauselijke brieven uit de 16e eeuw, eh, die je dan moet koppelen aan ontwikkelingen die plaatsvinden in de middeleeuwen, in de 16e eeuw en de vroegmoderne tijd. Nou, die ontwikkelingen staan eigenlijk symbool voor kenmerkend aspecten, want er staat ook in de vraag dat je eh, de, een antwoord moet ondersteunen met een verschillend kenmerkend aspect. Dus de ontwikkeling is in dit geval het kenmerkend aspect. De pauselijke bul van Nicolaas V uit 1455 die gaat over de invasie en de opsporing van, van moslims en alle vijanden van het christelijk geloof. Nou, Daar kun je een kenmerkend aspect uit de middeleeuwen koppelen, die te maken heeft met de zogenaamde expansie van de christelijke wereld naar buiten toe. Onder andere in de vorm van kruistochten. Ze dus willen namelijk in dit geval de islam bestrijden. Vervolgens moet je in die tweede bul van paus Alexander VI eh, aangeven dat eh, hij daar alvast een ontwikkeling aangeeft die in de 16e eeuw een rol gaat spelen. In die bul eh, heeft Alexander VI het over het feit dat heel veel christelijke Europese landen eh, ruzie hadden met elkaar over nieuwe gebieden die ze hadden ontdekt. Nou, daar past natuurlijk de ontdekkingsreizen heel erg goed bij. Eh, en daarbij hoort het kenmerkend aspect de Europese overzeese expansie. Het derde deel van de vraag gaat weer terug. Naar de eerste bul, die van uh, Nicolaas V. En daar moet je een ontwikkeling uh, uit de vroegmoderne tijd mee rechtvaardigen. Nou, in die bul heeft hij het over het feit dat alle vijanden van het christelijk geloof dat die, uh, tot slaaf moeten, mogen worden gemaakt. Nou, is eigenlijk, natuurlijk, het woord slavernij zit er hier al in. Um, en dat is het, een, eigenlijk een soort rechtvaardiging voor die transatlantische slavenhandel die vanaf uh, de 16e eeuw uh, is, is ontstaan. Uh, en daarmee geef je dus eigenlijk een soort uh, ja, toestemming om gewoon Afrikaanse mensen tot slaaf te maken. En daarbij hoort dus het kenmerkend aspect de uitbouw van de Europese overheersing, met name in de vorm van plantagekoloniën en de daarmee verbonden transatlantische slavenhandel. Als je die drie kenmerkend aspecten goed had genoemd uh, en gekoppeld had aan de juiste bul, dan had je drie punten kunnen verdienen voor vraag 7. Gaan we door naar vraag 8, de eerste vraag over de vroegmoderne tijd. Hier wordt ook gevraagd om weer een bron te gebruiken. Dus gaat, laten we eerst even kijken naar de bron. In dit geval is dat een schilderij uit 1586 over de stad Antwerpen. Um, 1586 is natuurlijk een jaar na de val van Antwerpen. Hè, nadat de Spanjaarden die stad hebben ingenomen. En dat kun je ook wel goed zien op het schilderij. Want op het schilderij zie je het in eerste midden in uh, de Spaanse landvoogd Alexander Farnese die het stadswapen van Antwerpen aan Filip II, hè, de Spaanse koning, overhandigt. En je ziet in de achtergrond, zie je dan handelsschepen varen over de Schelde naar Antwerpen toe. En je ziet links dat de eigenschappen tyrannie, eigenbelang en tweedracht, dus eigenlijk slechte eigenschappen, wegvluchten uit het schilderij. Dus ze worden eigenlijk verdreven door Filip II. Je zou dus eigenlijk kunnen zeggen dat het schilderij een positieve weergave wil geven van wat Filip II en wat de Spanjaarden eigenlijk hebben gedaan in Antwerpen. Dat is dus een heel andere versie van de geschiedenis. Uh, die we vaak in Nederland zien. Wij zien natuurlijk de val van Antwerpen als iets negatiefs. Hier wordt hij als iets positiefs uh, vermeld. Nou, als we dan gaan kijken naar de vragen, dan staat er dat je uh, een propagandaboodschap uit het schilderij moet halen over Antwerpen. Uh, waarbij je dus je antwoord ondersteunt met een verwijzing naar de bron. Nou, we hebben net gezien dat dit eigenlijk een positieve weergave is van de situatie uh, van Antwerpen door de Spanjaarden. Eh, nou dat kun je onder andere zien doordat eh, die handelsschepen, de handel eigenlijk op gang komt. Je kunt het ook zien dat die slechte eigenschappen die eh, volgens de Spanjaarden nu weg zijn gedreven door hen, dat die, eh, dat die plaats maken voor goede dingen en dat de Spanjaarden eh, de macht weer overnemen. En ze worden gelauwerd, ze worden eigenlijk geëerd voor, door het feit dat ze die stad hebben ingenomen. Dus met andere woorden een hele positieve boodschap over de Spanjaarden wat betreft de val van Antwerpen. Gaan we door naar vraag 9. Dit is ook weer een bronvraag. Dus laten we eerst even kijken naar de bron. In dit geval bron 4. En dit is een, een tekst die geschreven is door een Engelsman, Henry Stubb. Die in 1672 een pamflet schrijft over de Republiek. Nou, 1672 is het natuurlijk in dit geval niet zomaar toevallig uh, gekozen. 1672 was natuurlijk het rampjaar. En, en dat jaar werd Nederland aangevallen, of beter gezegd de Republiek aangevallen, door de Engelsen, door de Fransen en door uh, de Duitse bischoppen. Um, dus het zal, dit pamflet zal waarschijnlijk niet echt positief zijn over de republiek. En dat blijkt ook wel. Want in, dit, in deze tekst wordt er gesproken over het feit dat er in spra in sprake is van anarchie in de republiek. Uh, dat die. Uh, Staten of die gewesten, beter gezegd in de Republiek, eh, allemaal vanuit eigen belang regeren. Nou, dat klopt ook. Hè. De, 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 in de Republiek waren natuurlijk de zeven provinciën... de te, zeven gewesten voor een groot deel zelfstandig. In tegenstelling tot Engeland, er was natuurlijk sprake van een, van een monarchie. Um, en hier worden die verschillen tussen de Republiek en de monarchie Engeland um, heel erg tegenover elkaar gezet. Als je dan gaat kijken naar de vraag: wat moet je dan doen? Uh, dan moet je dus aangeven welke. Uh, kenmerk van het bestuur van de republiek uh, hij wordt bekritiseerd. Nou, dat gaat dus over die zelfstandigheid van die gewesten. Het feit dat dus uh, de republiek een land zonder koning is, is niet voldoende. Het gaat om de manier van besturen. Nou, de manier van besturen gaat over uh, de privileges en alle voorrechten die die gewesten hebben... in tegenstelling tot de situatie in Engeland. En uh, ja, welke boodschap heeft die koning dan in 1672 uh, willen, willen zeggen... De Engelse koning wil met name ook steun krijgen voor die oorlog in eigen land. En hij wil dus eigenlijk aangeven, hey jongens, uh, het leven in de Republiek is vreselijk en wij moeten daar eigenlijk verandering in brengen. Nou, vraag 10 is weer daarom een bronvraag. Uh, dus laten we eerst even kijken naar de bron, in dit geval bron 5. En bron 5 is een tekst uit 1781 geschreven uh, door een Fransman die het met name heeft over... Uh, het verschil tussen een edelman en een dus is gewoon persoon. Hè, waarbij die edelman natuurlijk vooral zijn functies krijgt op basis van zijn geboorte. Uh, en dat uh, die, uh, die Franse schrijver dat vreselijk vindt. En dat hij zegt: Ja, daar moet je toch niet op beoordeeld worden. Als je dan kijkt naar de vraag, dan wordt er verteld dat deze schrijver verlichte denkbeelden wil verspreiden. En dat je dat moet ondersteunen met welk verlicht denkbeeld er wordt verwoord. En dat moet aankunnen kunnen tonen met de bron. Als we daarna gaan kijken, dan wordt er in die bron natuurlijk geprotesteerd tegen het krijgen van voorrechten. Of in ieder geval titels krijgen op basis van geboort, uh, geboorte. Uh, ja, wat betekent dat die samenleving die er is in Frankrijk, dat dat eigenlijk helemaal verkeerd is? En dat je dus uh, ja, niet op basis van je afkomst, maar op basis van je verdiensten iets zou moeten. Kunnen bereiken. En je moet ook verklaren waardoor dit toneelstuk geschikt is voor de verspreiding van deze nieuwe denkbeelden. Nou, het toneelstuk kan natuurlijk die denkbeelden verspreiden um, onder een groot publiek, omdat het meerdere keren kan worden opgevoerd en ook op meerdere plekken. Met andere woorden, je kunt dus een groot publiek in één keer bereiken. Gaan we door naar vraag 11? En deze vraag maakt van dezelfde bron gebruik als vraag 10, alleen wordt er wat aan toegevoegd, namelijk het feit dat Mozart van het toneelstuk een opera maakte. Uh, alleen daarbij wel een aantal dingen moest veranderen um, ja, op, in opdracht van uh, keizer Jozef II. En je moest daarmee aantonen dat keizer Jozef II zowel een verlicht vorst was als een absoluut vorst was. Het verlicht denken van Jozef II komt tot uitdrukking in het feit dat hij de voorrechten van de adel wilde aanpakken. Of beter gezegd, dat hij de levensomstandigheden van het volk moest verbeteren. Kortom, allerlei dingen die ingaan op een betere situatie voor het volk. Maar het feit dat hij eist dat de inhoud van Figaro wordt aangepast. en dus eigenlijk censuur aan het plegen is. en dat hij dus alles bepaalt wat er gebeurt. Eh, past heel erg goed bij een absoluut vorst. Vraag 12 gaat dan weer over de Franse Revolutie. Er worden twee gegevens gegeven over de veroordeling van Olympique de Gouges. En je moest met die twee gegevens aantonen dat aan de ene kant Olympique de Gouges... een, een tegenstander was, een tegenstander was van de Jacobijnen... maar aan de andere kant ook haar bijdrage heeft geleverd aan juist die revolutionaire idealen. Het feit dat zij door de Jacobijnen al ter dood werd veroordeeld... heeft te maken dat zij zei dat, er, dat de bevolking moest kunnen kiezen... Tussen een constitutionele monarchie aan de ene kant en een, een republiek aan de andere kant. Nou, het feit dat de bevolking kon kiezen tussen twee staatsvormen paste absoluut niet bij de Jacobijnen. Want zij vonden dat er absoluut geen ruimte was voor een constitutionele monarchie. Maar Frankrijk in elk geval uh, bestuurd moest worden als een republiek. Maar aan de andere kant uh, heeft Olympique de Gauche bijgedragen aan de verspreiding van de ideeën van de revolutie. Want zij schreven bijvoorbeeld de verklaring van de rechten van de vrouw. Daarmee verspreiden ze dus democratische ideeën die de basis hebben gelegd voor de revolutie. Vanaf vraag 13 komen er vragen over de moderne tijd en vraag 13 start ook meteen met een vraag over de historische context over China. Er wordt wat gevraagd over het verdrag van Nanjing en je moest uitleggen dat dat een gevolg was van de politieke situatie in China en van de toenemende Britse imperialisme. Um, er kon daar vier punten voor krijgen en dat betekent dus dat je ook vier antwoordelementen uh, moet noemen. Nou, ten eerste zou je kunnen zeggen dat het een, een gevolg was van de politieke situatie in China, omdat China de opiumoorlog had verloren, hè, die van 1842, uh, en dat het daardoor de machtspositie van de Chinese keizer was verzwakt en daardoor de Chinezen een verdrag moesten tekenen wat heel erg uh, ja, hun, positie, hun positie verzwakte. China moest dus gebieden afstaan, moest een haven afstaan, moest bijvoorbeeld het eiland Hongkong afstaan. Kortom, moest van alles afstaan aan Engeland. En aan de andere kant past het heel erg goed bij de uh, toenemende Britse imperialisme. Omdat uh, de Engelsen allerlei dingen krijgen. Hè. De Engelsen waren op zoek naar een afzetmarkt, waren op zoek naar een betere toegang voor de grondstoffen uh, voor hun industrie. En uh, daarom wilden ze graag ook een haven hebben, uh, een plek hebben waar ze hun schepen konden onderhouden. Of in ieder geval hun schepen konden onderhouden. Bevorraden. Kortom, dat past heel erg goed bij de Britse eh, imperialistische houding. Bij vraag 14 moet je weer een bron gebruiken, in dit geval bron 6. Dus laten we eerst even kijken wat er in bron 6 staat. Bron 6 zijn twee fragmenten uit de autobiografie van de actrice en schrijfster Mina Kruseman. Die leefde in de 19e eeuw. Waarin ze verschillende standpunten uiteenzet. Het eerste fragment, het eerste standpunt, daar gaat ze met name in. Op Het feit dat ze vindt dat het niet uit zou moeten maken of mannen of vrouwen bepaalde dingen zeggen, maar dat het met name gaat over nou, hoe zinnig zijn de dingen die uh, die mensen hebben, of hoe intelligent zijn uh, mannen en vrouwen. Een tweede fragment legt ze met name de nadruk op het feit dat er voor vrouwen ook goed onderwijs moet kunnen komen, want als dat goede onderwijs er is, dan kunnen ze ook betaald werk gaan doen, en dat betaald werk levert geld op, en met dat geld kunnen ze een onafhankelijk bestaan opbouwen. Als je dan nou gaat kijken naar de vraag die je bij moet beantwoorden. dan gaat het met name over de standpunten die feministen innemen. Het eerste deel van uh, haar standpunt. Daar zullen ze kritiek op hebben gehad. En het tweede standpunt, daar zeggen de vraagmakers: ja, die zullen de feministen misschien wel hebben gesteund. Nou, hoe kan dat? Je kunt vier punten krijgen. Dan moet je natuurlijk ook toelichten met behulp van de bron. Uh, in dit geval zou je kunnen zeggen dat die uh, Mina Kruseman uh, bij het eerste fragment vooral de nadruk oplegt dat ze niet begrijpt waarom mensen zich nou druk maken over het geslacht van mensen. Nou, feministen vinden dat natuurlijk wel belangrijk. Die, die, die streven nou juist voor uh, algemeen kiesrecht of in ieder geval vrouwenkiesrecht. En het tweede deel, dat zullen feministen wel hebben gewaardeerd, want daarin schrijft Mina Kruseman natuurlijk dat zij vindt dat vrouwen goede opleiding uh, moeten krijgen, net als mannen. Ze streeft dus naar emancipatie, en feministen streven natuurlijk ook naar emancipatie voor de vrouw. Bij vraag 15 gaan ze door op eigenlijk die rol van Mina Kruseman. Want je moet daarbij die vraag uitleggen: welk 19e-eeuws ideaal voor veel vrouwen de reden was dat Mina Kruseman ja, niet geschikt was voor heel veel vrouwen om uh, aan te wijzen als rolmodel. In de 19e eeuw was het ideaal dat elke vrouw getrouwd was. Uh, ondergeschikt was aan haar man, uh, in ieder geval de man als kostwinner had. Nou, dat waren allemaal zaken die Mina Kruseman alleen maar niet was. Ze was namelijk niet getrouwd. En daardoor zou ze eigenlijk niet kunnen fungeren als rolmodel voor veel vrouwen, dacht men. Vraag 16 is de tweede chronologieopdracht. En in dit geval over China. Um, daar moet je een aantal gebeurtenissen in de juiste volgorde zetten. Deze vraag ga ik verder niet bespreken. Maar als je chronologievragen lastig vindt, kijk dan mijn video over chronologie. Dan zijn we inmiddels aangekomen bij vraag 17. hebben vraag 17 moet je weer een bron gebruiken. In dit geval bron 7 en ook de gebeurtenissen van de chronologievraag van vraag 16. Want ook deze vraag gaat weer over China. Nou, laten we eerst eens kijken naar de bron zelf. Uh, dit zijn in dit geval vijf uh, fragmenten. Fragmenten van uh, ooggetuigenverslagen van gebeurtenissen uit de Chinese geschiedenis. Um, die we eens even langs lopen. Waar gaan nou eigenlijk die gebeurtenissen over? Waar gaan die fragmenten over? En als we kijken naar fragment A, dan gaat het over studentencomité's die... Het hebben over een vredesverdrag dat ze weigert te ondertekenen. En dan wordt ook gesproken over uh, geheime verdragen die met Japan zijn gesloten. Nou, er is maar één verdrag waarbij geheime afspraken met Japan zouden zijn gemaakt. Dat is namelijk tijdens het verdrag van Versailles. Dus met andere woorden, na de Eerste Wereldoorlog. Dat speelt zich af in 1919. Dus dit zou iets te maken kunnen hebben met de 4 mei-beweging. In fragment B gaat het over de internationale erkenning dat Taiwan een onderdeel is van China. Uh, dat wordt erkend door 160 landen ter wereld. Nou, die 160 landen ter wereld die zijn waarschijnlijk onderdeel van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties die is opgericht in 1945. In fragment C wordt erg gedemonstreerd tegen buitenlandse invloeden, is men tegen eh, buitenlandse inmenging. En dat past heel erg goed eh, bij situaties aan het eind van de 19e, begin 20e eeuw. En kun je misschien wel koppelen aan de bokseropstand. Vervolgens wordt in fragment D gezegd dat het gaat over het bevorderen van de democratie in het land. En dat die roep om democratie wordt neergeslagen met behulp van tanks, machinegeweren en bajonetten. En dat zou heel erg goed kunnen passen bij de studentendemonstraties in 1989 op het plein van de Hemelse Vrede in Beijing. En tenslotte wordt in fragment E gepraat over het feit dat er sprake is van liberalisering. Van een soort vrije markteconomie in ieder geval. Minder uh, tijd of minder ruimte voor planeconomie. En dat zou goed kunnen passen bij de politiek van Deng Xiaoping, die de vier moderniseringen invoerde. Als we dan kijken naar wat we nou eigenlijk bij vraag 17 moeten doen, dan moeten we die vijf fragmenten die we net besproken hebben koppelen aan de gebeurtenissen van vraag 16. Dat hebben we eigenlijk net al gedaan bij het lezen van de fragmenten. Dus de opdracht eh, is eigenlijk niet zo moeilijk. Fragment A kun je dus koppelen aan de 4-Mei-beweging. Eh, fragment B kun je dus koppelen aan dat de Volksrepubliek eh, een eigen vertegenwoordiging in de Verenigde Naties kreeg. Fragment C kun je dan koppelen aan de bokseropstand die uitbreekt. Fragment D. Aan de opstanden bij het Plein van de Hemelse Vrede. En dat slotfragment E kun je dan koppelen aan de vier moderniseringen die worden ingevoerd. Gaan we door naar vraag 18, waarbij het vrouwenkiesrecht of het streven naar vrouwenkiesrecht wordt gekoppeld aan het verzet tegen West-Europese overheersing in de koloniën. Want er wordt namelijk gevraagd om een verband uit te leggen tussen de discussie over vrouwenkiesrecht en het streven naar onafhankelijkheid in Nederlands-Indië. Want dat blijkt, Europese vrouwen zouden wel kiesrecht kunnen krijgen in uh, Nederlands-Indië. Terwijl niet-Europese vrouwen, dus de inheemse vrouwen, uh, dat niet zouden krijgen. Um, dus voor de Indonesische vrouwen betekende dat helemaal geen vooruitgang. En misschien was het voor hen wel veel aantrekkelijker om te streven naar onafhankelijkheid. Want dan zouden zij misschien wel uh, kiesrecht kunnen krijgen. Nou, vraag 19 zoemt in op de historische context Duitsland van 1918 tot 1991. Want hier uh, wordt gevraagd om bron 8 te gebruiken. Uh, en gaan we kijken naar bron 8, dan zien we daar een voorpagina van het weekblad Berliner Illustrierte Zeitung uh, van 2 november 1944, met daarop afgebeeld leden van de Volksturm. En de Volksturm was natuurlijk het leger waarbij zowel uh, jonge Duitse mannen uh, werden opgeroepen als oude Duitse mannen werden opgeroepen om uh, te vechten in het Duitse leger. Als je dan kijkt wat je moet doen met deze vraag, dan uh, wordt er verondersteld dat je onderzoek doet naar, naar de Tweede Wereldoorlog in Duitsland. En deze bron misschien zou willen gebruiken om twee onderzoeksvragen of onderzoeksonderwerpen uh, te bekijken. Namelijk de bereidheid van de Duitse bevolking om een land te verdedigen en het voeren van een totale oorlog in Duitsland. Um, voor de eerste onderzoeksvraag of eerste onderzoeksonderwerp zou deze bron minder betrouwbaar zijn. En voor het tweede onderzoeksonderwerp zou deze meer betrouwbare informatie ge geven. En je moet dat dan uitleggen met deze bron, waarvoor je dus vier punten uh, kunt verdienen. Nou, voor de eerste onderzoeksvraag zou die dus minder betrouwbaar kunnen zijn, want de krant die hier getoond wordt is natuurlijk in handen van de Duitse regering. Hè. Die, die pleegt censuur, dus die gaat daar alleen maar dingen tonen die positief zijn voor hun beeldvorming. Nou, wat laten ze hier zien? Ze laten hier enthousiaste, bereidwillige jongens zien. Eh, en dat zou natuurlijk heel erg eh, uitkomen in hun uh, een propagandatactiek. Maar ja, aangezien deze krant dus in handen is van de Duitse regering, is op dat moment misschien wel de bereidwilligheid helemaal niet zo positief. Nou, voor het tweede deel van het onderzoek, uh, waar je deze foto's voor zou kunnen gebruiken, is het wel betrouwbare informatie. Want je zou wel kunnen aantonen met deze bron uh, dat er sprake is van het voeren van een totale oorlog. Want bij een totale oorlog wordt de hele maatschappij, de hele burgerbevolking ook ingezet. En dat kun je op deze bron natuurlijk heel erg goed zien, omdat zowel jonge mannen als oude mannen uh, in het leger moeten. Gaan we door naar vraag 20, waarbij weer een bron moet worden gebruikt, in dit geval bron 9. En bron 9 is een fragment uit de strip van Kuifje, Kuifje in Congo in dit geval uit 1931. Waarbij eh, de, de zwarte bevolking van Belgisch Congo nogal um, ja, stereotyp wordt afgebeeld. Uh, en ook in dit geval uh, Kuifje als Westerling uh, deze kinderen uh, ja, lesgeeft. En uh, ja, die spreekt dan over jullie vaderland België. Want Belgisch Congo was natuurlijk in handen van de Belgische staat. Als je dan gaat kijken wat je moet doen met deze bron. Dus als we gaan kijken wat, wat je moet doen bij vraag 20. Dan worden er twee gegevens over dit schrijfboek gegeven. Eentje uit 1946. Waarbij de tekst van, het, uh, van de bron wordt aangepast. En een tweede uh, gegeven in 2011, waarbij er een rechtszaak plaatsvindt in België over de vraag of de verkoop van kuifje in Congo moet, moet worden toegestaan of moet worden verboden. Nou, dat moet je allebei uh, verklaren waarom die veranderingen, uh, waarom die gegevens uh, zijn aangepast. Met behulp van een kenmerkend aspect. Nou, het eerste deel, 1946, dan zitten we dus midden in de decolonisatieperiode. Je zou kunnen zeggen dat past bij het vormen van verzet tegen het West-Europese imperialisme. Eh, namelijk de behoefte in Afrika aan decolonisatie. Eh, deze boodschap is dus ongewenst als je kinderen gaat leren over het vaderland België, was Kuifje dat doet. Dus dat zou daarmee eh, eh, in overeenstemming zijn. En in 2011. Als er een rechtszaak plaatsvindt eigenlijk tegen deze strip, waarbij natuurlijk die zwarte kinderen nogal stereotyp worden afgebeeld, dan zou je kunnen zeggen die kritiek ontstaat met name in een multiculturele samenleving, waarbij die koloniale versie eigenlijk helemaal niet meer past bij de huidige situatie in de 21ste eeuw. Vraag 21 gaat dan weer over de historische context van Duitsland, want er wordt gesproken over eh, Konrad Adenauer, de bondskanselier van Duitsland, die in 1952 het verdrag van Luxemburg tekende, waarbij twee dingen worden afgesproken. De Joodse staat Israël eh, die krijgt een, 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 een geldbedrag als een soort wiederegoedmachung, het weer goedmaken van de relaties tussen Duitsland en Israël eh, na de Tweede Wereldoorlog, eh, maar dat Israël het grootste deel van die 3 miljard mark moet besteden eh, aan de aanschaf van West-Duitse goederen. Nou, dan moet je aantonen bij vraag 21 dat uh, beide afspraken uh, ja, de versteviging van Duitsland in, in West-Europa uh, benadrukken. En dan zou je kunnen zeggen: ja, door uh, die Wiedegoedmachung uh, wordt Duitsland beter geaccepteerd in Europa. Worden ze gezien als een serieuze samenwerkingspartner. En stijgt dus het aanzien van, uh, van West-Duitsland in Europa. En je zou kunnen zeggen: het geld dat die Israëliërs verplicht moeten besteden in Duitsland. Aan de uit-Duitse economie zorgt dan voor het Wirtschaftswunder. Uh, waardoor Duitsland ook een sterke economische partner wordt. En niet meer afhankelijk is van buurlanden, bijvoorbeeld voor de wederopbouw van het land na de Tweede Wereldoorlog. Bij vraag 22 moet je weer een bron gebruiken, in dit geval bron 10. Dus kijken we eerst even weer naar de bron. Dat is een bron die is geschreven door Vladimir Semyonov, die in 1953 de hoogste commissaris is van het Sovjet Controlecomité in de DDR. Die in 1990 zijn memoire schrijft. En dan gaat het in 1953 over de opstand die in Oost-Berlijn uitbreekt onder allerlei arbeiders. Waarbij die opstand ook keihard wordt neergeslagen door de DDR-regering. En die Semyonov is natuurlijk. Ja, indirect verantwoordelijk of misschien wel direct verantwoordelijk voor het neerslaan van die opstand. En bij vraag 22 gaat het met name over de betrouwbaarheid van die bron. Want je moet kijken of die, of die bron betrouwbaar is voor je onderzoek naar die opstand. En dat moet je aan, met behulp van een aantal stappen doen. Drie stappen in totaal waar je in totaal vier punten voor kunt verdienen. En eerst moet je aantonen dat Semjanov een communistische visie heeft op de oorzaak van de opstand. In de bron zegt Semyonov dat de mensen, de opstandelingen, zich begonnen terug te trekken naar West-Berlijn. En daarmee geeft hij dus aan dat ze vanuit het kapitalistische Westen naar het oosten zijn gekomen om daar een opstand te ontketenen. En daarmee heeft hij dus een communistische visie over die, over die zaak, want hij woont in het oosten van Berlijn. Die moet ten tweede aantonen dat die beschreven instructies uit Moskou passen bij een totalitair regime. Nou, in een totalitair regime. Daar mag je tegenstanders uitschakelen met welk middel dan ook. Er eh, worden ook geen andere meningen getolereerd. Eh, proberen regeringen met geweld hun inwoners eronder te houden. En dat zie je ook gebeuren in dit geval. Want eh, mensen worden doodgeschoten als ze in opstand komen. En je moet tenslotte ook uitleggen dat je twijfelt aan die betrouwbaarheid. Eh, voor die eigen rol die Semjonov geeft in zijn memoires. Eh, je zou kunnen zeggen, eh, in 1990 is het communisme verdwenen. En eh, worden er heel veel eh, kritische vraagtekens geplaatst bij de rol die communisten hebben gespeeld in, in, in dat tijdperk. En ja, die Semyonov is misschien gewoon wel bang dat hij eh, ja, vervolgd zou kunnen worden voor die daden die hij heeft begaan. En probeert dus eigenlijk zijn straatje schoon te vegen. Vraag 23 is ook een bronvraag. In dit geval moet je bron 11 gebruiken. Dus laten we eerst even kijken naar bron 11. En bron 11 is in dit geval een tekst die geschreven is door Khrushchev, de opvolger van Stalin, over Russische adviseurs in China. En hij zegt over die Russische adviseurs in China: dat die worden uitgescholden, weggepest zou je bijna kunnen zeggen. In ieder geval niet ja, vertrouwd worden door de Chinese autoriteiten. Als je dan gaat kijken naar de vraag die daarbij hoort, dan wordt er gevraagd bij vraag 23. Uh, die behandeling van die Russische adviseurs die heeft hier onbedoelde en bedoelde gevolgen voor China mee gehad. En je moest een aantal dingen aantonen door eerst uit te leggen welk politiek gevolg door de regering van Mao wordt nagestreefd met de beschreven behandeling van de Russische adviseurs. Nou, dat is op zich niet zo moeilijk, want China, in dit geval onder leiding van Mao, die wil zo onafhankelijk mogelijk zijn, die wil politieke autonomie hebben... Dat is niet afhankelijk zijn van de Sovjet-Unie en pest daardoor eigenlijk, zou je kunnen zeggen, die uh, Russische adviseurs weg. Uh, dat levert je twee punten op en dan moet je tenslotte ook nog aangeven welk Chinees economisch beleid in die tijd hieronder heeft geleden. Nou, deze bron is gemaakt in 1960. Dan zitten we midden in de grote sprong voorwaarts, de snelle industrialisatie uh, onder Mao Zedong. Dus het noemen van uh, de grote sprong voorwaarts levert je een punt op voor deze vraag. Gaan we door naar vraag 24? Ook daarvoor moet je een bron gebruiken en in dit geval is dat bron 12. Bron 12 is een Chinese poster uit 1967 met de titel Verdrijf de oude wereld, bouw een nieuwe wereld. En je ziet daar dus een, een, een Chinese arbeider die eh, met een hamer in zijn handen allerlei dingen kapot slaat. Onder andere een beeldje van Confucius en een kruisbeeld, wat, waarbij het kruisbeeld natuurlijk symbool staat voor het christendom. Bij vraag 24 wordt dan gezegd dat deze poster past bij de culturele revolutie. En dat het heeft bijgedragen aan het ontstaan van een persoonscultus rond de Mao. Hoe kun je dat zien aan deze poster? Nou, deze poster laat dus het beeld van Confucius en het kruisbeeld kapot slaan. Dat symboliseert eigenlijk het omverwerpen van oude religies, oude tradities. En daardoor komt er dus ruimte voor de aanbinding van Mao als nieuwe leider. In plaats van dus die oude religies of oude tradities. Vraag 25 is de laatste bronvraag van dit examen. Bron 13 in dit geval, en in bron 13 gaat het over de zogenaamde moedermavo's, waarbij vrouwen uh, alsnog uh, een middelbare schooldiploma konden halen. Deze bron heeft te maken met de emancipatie van de vrouw, want dat blijkt ook uit de vraag die je moet beantwoorden. Er wordt namelijk in de vraag gezegd dat deze bron blijkt dat de emancipatie van vrouwen een proces is. En dat je die conclusie met een verwijzing naar de bron moest kunnen uitleggen. welke continuïteit en welke verandering in de positie van de vrouw vanaf de jaren 50 heeft plaatsgevonden. Nou, daar kon je vier punten voor krijgen. Uh, twee punten voor continuïteit en twee punten voor verandering. Nou, de continuïteit in dit geval is het feit dat uh, de vrouw nog steeds uh, voor de kinderen blijft zorgen. Uh, dat blijft dus hetzelfde. Uh, daar wordt namelijk gesproken over het feit dat de vrouw een huisvrouw is, een moeder is, die thuis blijft uh, voor de kinderen. Daarbij uh, zou je kunnen zeggen, gaat die vrouw dus pas aan het werk of gaat die vrouw pas uh, studeren als de kinderen het huis uit zijn? Maar je zou ook kunnen zeggen... er is sprake vanaf 1950 van verandering... want vrouwen mogen nu ook buiten huis gaan werken. Er is waardering voor die inspanningen van die vrouw. En dat kun je ook zien als je kijkt naar die bron... want vrouwen mogen nu ook vervolgonderwijs gaan volgen. Vrouwen kunnen ook goede studieresultaten behalen. Kortom, er verandert wat in de positie van de vrouw... doordat ze zich niet alleen meer focussen op het feit... dat een vrouw moeder of huisvrouw moet zijn. De laatste vraag van het examen, vraag 26 keer dan terug naar de historische context over Duitsland, beter gezegd naar de Rote Armee-fractie, waarbij een interview met Inge Wiet, een voormalig lid van die Rote Armee-fractie, twee uitspraken oplevert. Eentje gaat over het feit dat mensen in Duitsland elkaar in de jaren 50 nog begroeten met Heil Hitler. En de tweede uitspraak gaat over het feit dat de Rote Armee-fractie in de jaren 80 werd gesteund door de regering van de DDR, omdat ze namelijk een gemeenschappelijke vijand hadden. Nou, er wordt bij vraag 26 gevraagd om van beide uitspraken eh, aan te geven dat ze pasten bij het motief voor het verzet dat de baden meinhof groep oftewel de Rote armee pleegden. pleegde. Nou, je zou kunnen zeggen, eh, bij de eerste uitspraak eh, zijn de aanslagen van de Rote armee een reactie op eh, de denazificatie eh, in de Bondsrepubliek, die volgens de Rote armee veel te beperkt was. Eh, mensen blijven Heil Hitler eh, zeggen, eh, er is dus veel te grote nadruk nog steeds op dat nazisme, waartegen ze in opstand kwamen. En je zou kunnen zeggen: het feit dat de, de regering van de DDR eh, toestemming gaf voor leden van de Rode armee fractie om zich in, de, in dat land te vestigen. Eh, past bij een gemeenschappelijke vijand. Namelijk het feit dat ze alle twee streden tegen de kapitalistische Bondsrepubliek Duitsland. En ze dus uitgingen van eenzelfde eh ideologie, de Marxistische ideologie. Deze 26 vragen vormden dus het eindexamen geschiedenis voor het VWO eh, in 2022. Ik zal in een aantal video's ook nog de vragen groeperen per historische context. Dus voor Duitsland, voor China, voor de verlichting en voor steden en burgers. Zodat je nog een keer extra kunt oefenen met specifiek de historische context onder de knie te krijgen. Hopelijk heb je wat in deze video gehad. Als dat zo is, dan zou ik het leuk vinden als je deze video liked. En vergeet je ook niet te abonneren op mijn kanaal zodat je op de hoogte blijft van andere video's over de historische contexten of andere geschiedenisonderwerpen.